De grote vraag was eigenlijk, zitten er in sporen, forensische sporen die voor ons interessant zijn, zoals biologische sporen of schotresten, zitten daar in voldoende mate ook die elementen in die Joris ook bekijkt als hij naar verfstoffen, pigmenten aan het kijken is. En zo begonnen we eigenlijk een beetje aan het denken en rekenen te slaan. En ja, zoiets als bijvoorbeeld menselijk bloed bevat best veel ijzer. En zou je dat ijzer dan als, als element kunnen gebruiken om bloedvlekken zichtbaar te maken op kleding? Ja, want hier zie je die scanner aan het werk, zeg maar, bij de schilderij. En dan zie je hoe dat, dat nu gaat versneld, maar dat duurt ongeveer een dag of zo per... Ja, dat duurt heel, ja, dat duurt dus, heel lang. Dus we zijn er, je bent daar best wel lang mee bezig. Ja, het is niet even klik en foto en klaar. Nee, hè? Hij moet echt zorgvuldig, gaat hij heen en weer. En dan uiteindelijk krijg je een resultaat. Ja. Dus met deze techniek kijken jullie dan naar... Nou, laat een t-shirt erbij pakken. Dan hebben we een t-shirt van jullie gekregen. Die hebben jullie door die scanner gehaald. Dit t-shirt. Ik bedoel, dat wil je onderzoeken. Ja, nee, in ons onderzoek, zoals we dat gepubliceerd hebben, hebben we realistische scenario's gepakt, hè, zoals we dat op het NFI ook echt in onderzoek tegenkomen. Alleen als je natuurlijk bloedvlekken maakt op een wit t-shirt, ja, maar het is niet zo heel zinnig om daar een hele dure apparaat op los te laten. Hè. Mensen kunnen gewoon ook wel zien van, hey, daar zit wat roods. Maar wij komen ook in zaakonderzoek soms dit soort dingen tegen, dus donkere t-shirts. En dan wordt het veel lastiger om met de technieken die we hebben iets als kleine bloedspoortjes of vlekjes te vinden. Maar ook niet met luminol? He? Ook niet met luminol? Of zeg ik nu iets heel doms? Ja, nou, luminol wordt meestal toegepast bij bloed... Oppervlakte? Ja, wat ook wat schoongemaakt is, op een plaats delict. Dus dat wordt in een andere setting toegepast. Dus het kan niet op stof? Nee, wordt niet zoveel toegepast op stof. Maar niet, die stropdas is moeilijk, denk ik, voor jou. Dus hier bloed op, dat zou moeilijk zijn dan voor jou. Ja, maar voor Joris niet. Okay, nou, precies. Maar dus dat was het idee. Hè. Dus hier zie je dan een t-shirt met bloedvlekken. Nou, je ziet inderdaad op het oog al bijna niets. Hè. Dus als je dat van een afstandje bekijkt, zou je echt niet denken van, hey, dat zit onder de bloedvlekken. En nou is het mooie van dat apparaat, is eigenlijk dat begint die scan te maken. Die maakt eigenlijk een foto. En dan zeggen we tegen het apparaat, van, laat ons eens overal op dat t-shirt zien waar ijzer zit. Ah. En daar gebruiken we dus het gegeven dat bloed, menselijk bloed, behoorlijk wat ijzer bevat. En dan zie je het terug? Ja. Dan krijg je dit soort plaatjes ineens te zien. Het is alsof je een soort ijzerbril opzet, eigenlijk, als het ware.